Terwijl jij je mocht vermaken, vloog ook hier de tijd voorbij. En nu wachten jouw taken, die zijn voorbereid op mij. Allereerst is daar je huwelijk, je weet hoop ik nog met wie. Want haar vader, het is afschuwelijk, helpt geen enkele therapie. Ja, zeker doen ze zeer solide zo. Is lichter af, dan maar gouden piramide voor waar de koningschap. Hallo, zie. Ja, dan moet ik onmiddellijk naar hem toe. Ik sleet mijn kinderjaren in uw geboorteland. Meedogenloos en onverwacht kwam oorlog op ons pad. Egyptenaren overal, wij werden weggevoerd. U heeft dit zien gebeuren, ik zie, u bent geroerd. Ja, ik ken u, oh, ik ken u. Toch was tot aan die morgen bevoorrecht ons bestaan. In veiligheid en wilde, want mijn vader had een baan als raadsman van de vorst. Jawel, dat zegt u iets misschien. Terslot bent u zijn dochter, dat had ik zo gezien. Nee. Ja, ik ken u, oh, ik ken u. Zal ik laten varen, zo min als u dat kunt. Dat sprankje hoop of vrijheid, dat het bange hart ons gunt. Ik heb geen hoop, je kent me niet, je hebt me nooit gezien. U blijft een koningsdochter, sta toe dat ik u dien. Ja, ik ken u. Niemand kent mij. Ja, ik ken u. Oh, ik ken u. Hou bij mij. Hou mijn kleertje. Mijn kleertje. Vertel Amneris net over onze buitenlandse expedities. Oh ja? Ja. Zij vroeg zich af waar jij zoal mee bezig bent de laatste tijd. Ik heb het gevoel dat we geen moment samen zijn geweest. Sinds toch met uit Nubië. Kun je vanmiddag niet bij me blijven? Ja, ja, natuurlijk. Maar ik moet eerst even met mijn vader praten. Hier heb je wat te lezen. Dus. Ja. De veldslag bij Kadesh. Heb je iets om over te praten? Ik wist niet dat wij op onderwerpen verlegen zaten. Maar ja, er is van meer dat ik niet wist. Hoe moet ik je zeggen? Het is allemaal voorbij. Makkelijk. En zo gebeurt. Je hoorde hoe ik het zei. Hoe ik jou met een enkel woordje uit mijn leven.
vleugels, maar ik struikel en ik val. Reddeloos en sprakeloos, want wie heeft dat bepaald? Dat je eindigt in de afgrond of de eindstreep haalt. Is dat allemaal bedacht? Maar door wie dan en waarom? Staat het ergens in de sterren? Gaat het zo buiten ons om? Zijn wij niets dan vreed vermaak van een harteloze God die ons het paradijs laat zien? Maar moet het weer? Bedrag op deze cheque staan en die wil ik heel erg graag aan jou overhandigen, dus dat ga ik nu ook doen. Dankjewel. Ja, nu moet ik even zo doen. Zo. We hebben een heel mooi bedrag bij elkaar vanavond. €307. Even mij de vraag om na afloop van deze voorstelling een klein woordje tot een ieder te richten. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Woorden als indrukwekkend. Zeer ontroerend. De tranen die sprongen in mijn ogen. Ik had het er echt heel erg moeilijk mee. Dit is waar het uiteindelijk allemaal om gaat in het leven. Kinderen die hier op een bühne horen te staan en met elkaar geweldig veel plezier hebben. Fantastisch. In één woord, fantastisch. Nogmaals een applaus voor deze groep. Dat geld, dat krijgt een hele goede bestemming. Dat staat onder auspiciën van een bestuur en een stichting, wat er op toeziet dat dat geld naar de 7 oncologische kindercentra in Nederland gaat. En dat geld wordt besteed aan diverse onderzoeken, zodat A, als het de kinderen dan overkomt, dat ze snel genezen. En B, dat de schadelijke effecten door allerlei onderzoeken, dat die zo min mogelijk zijn en dat deze kinderen dan uiteindelijk ook weer gezond worden. Net zoals jullie hier staan op dit podium. Als laatste wil ik graag symbolisch een kleine attentie van Kika overhandigen. Fantastisch wat jullie hebben gedaan. Mijn dank is groot en ik zou zeggen, maak er een geweldig feest van. Jullie zijn morgen vrij, dus geniet van het leven, zou ik zeggen. En bij deze, Nadine, alsjeblieft, ik dank je wel. Bedankt voor een ieder. Dank jullie wel.